We zijn vandaag op de Rooms-Katholieke Begraafplaats in Petersbande in Den Haag. Op deze prachtige winterdag met de zon, want geluk hebben wij. We gaan in gesprek met de directrice. En wij gaan in gesprek met de voorman die alles vertelt over de begraafplaats. Want vandaag gaan we het hebben over wat er allemaal komt kijken bij het begraven. Gaan jullie mee? Hi Astrid, kom je mee? Ja, leuk. Hoi, Dirk. Hoi. Fijn. Ga ik je wat vragen stellen vandaag? Ja. Ik ben heel benieuwd. Astrid, zou jij je willen voorstellen aan mijn kijkers wie jij bent? Ik ben Astrid Oranje en ik ben sinds 1 januari directeur van Sint-Petersbande Begraafplaats hier in Den Haag. En ook van Sint-Barbara in Den Haag. En ik werk hier al 35 jaar, dus al sinds 1984. Zo lang werk je al hier? Zo lang al. Goed zeg, dat je dat allemaal zo voor elkaar hebt gekregen. Ja. Kan jij iets over de geschiedenis van deze prachtige begraafplaats vertellen? Ja, in 1827 was er een koninklijk besluit dat er niet meer in de bebouwde kom begraven mocht worden. Vroeger werd er in en rond de kerk begraven. En als je rijk was, werd je in de kerk begraven. En daar komt ook het woord van rijke stinkert. En de parochies hebben toen zich bij elkaar gevoegd en die hebben dit stuk land kunnen kopen. Dat net buiten de bebouwde kom viel. En zo is Sint-Petersbande gesticht in 1830. Jeetje, ja, het is prachtig, want het is eigenlijk midden in het centrum. Het is aan de weg, aan een mooi bos. Ja, ja. Het is een prachtige plek. Een monumentale begraafplaats, monumentale kapel en monumentale arcade. En het is ook een hele fijne plek om gewoon rond te wandelen ook. Wat voor soort graven heb je hier op de begraafplaats? Wij hebben zandgraven, dat zijn de meeste zoals je hier om je heen ziet. We hebben keldergraven, we hebben bovengrondse graven. En we hebben ook verschillende soorten voor asbestemmingen. Dus urnentuintjes, urnenmuren. En urnen kunnen ook in familiegraven worden bijgezet. Ik weet dat als ik hier zo over de begraafplaats loop, dat je ook ergens een heel mooi plekje hebt voor kinderen. Ja, een kindertuin. Ja. Dat was vroeger de nonnentuin. En de nonnetjes die waken nu over de kindjes. Lief. Ja, ja. Ja, heel mooi. Maar dat heb jij ontwikkeld toen je hier op de begraafplaats was? Of was het er al? Nee, ik heb het ontwikkeld. Ja, dat was er niet. Nee. Nee. Bijzonder, hè? Al die vogeltjes en dat geluid, al dat fluiten van die vogels, vind ik zo mooi. Als er wat voor kosten komen erbij kijken bij het begraven? Een familiegraf, zandgraf, is €2700 voor 30 jaar. En daar komt één keer per jaar een onderhoudsnota bij van €64. En dat is voor de algehele aanzien van de hele begraafplaats. Dus het onderhoud van de paden, de kapel, de arcade. En daarnaast worden de stenen ook één keer per jaar schoongespoten. En als er een boompje gesnoeid moet worden, kunnen ze het altijd bij ons op kantoor vragen. Doen die jongens ook. Ik heb vaste jongens in dienst en sinds kort ook een meisje. Dus dat is wel heel erg leuk. Keldergraven, dat is een heel ander verhaal. Die zijn wat duurder. Het varieert dus van 2700 een zandgraf tot €12.000 een keldergraf rond de kapel of in de arcade. Maar dat zijn natuurlijk wel monumentale gebouwen. Ja, en die moet je natuurlijk ook onderhouden. En dat doe je allemaal met het geld die een cliënt dus van mij moet betalen voor een begrafenis. Dat houdt in dat alles hier wordt onderhouden. Ja, ja. Bijzonder. En dat mag jij allemaal beheren dan? Ja, geweldig. Wat een mooi beroep zeg. Ja, ja. Want dan bestaat er ook zo'n mooi begraafplaats zoals hier. Die zien niet veel hè, Nederland. Nee, ik ben er ook heel trots op. Ik denk dat dit wel de mooiste is van Nederland. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik jou was. Maar het is het ook. Ja. Je zit hier midden in het centrum, aan de bosrand. Ja, je kan zo op je fietsje er naartoe. Dat is prachtig. Je bent hier ook altijd hè? Ja. Soort aan verbonden, hè? Ik woon ook hier, dus ja. Ja, en je kent ook veel mensen zeker die hier ook op de begraafplaats komen dagelijks.
Ja, een vaste groep. En ook omdat we natuurlijk ook kapelconcerten hebben, wat een beetje laagdrempelig is. Dat mensen hier ook kunnen rondwandelen. Dus je komt hier niet alleen maar voor iets droevigs. Nee. Ja, en ik vind het ook zo leuk van jou. Want als ik bij jou ben op de begraafplaats, dan ben je ook gewoon weer iemand die hier rondloopt. Ben je gewoon niet alleen de directrice, maar ook gewoon mens. Fijn mens. Je ziet hier links en rechts zie je de keldergraven van de arcade. De arcade is van 1885. En misschien heel mooi om te zien hier de beelden hierbovenin. Dat zijn allegorische monsters. En die worden verdrukt door het geloof. Dus het kwaad wordt verdrukt door het geloof. Mooi hè, dit. In 2009 is deze doorbraak gemaakt hè. Ja, dat is prachtig. En dat net is? Voor de duiven. Voor de duiven? Ja. Oh, ja. Oké. Okay. Oh, die zon. Prachtig. En dan zie je hier achter mij de bovengrondse graven. Dus dat is een beetje zuidelijk, zeg maar, wat je meer in het zuidelijke landen ziet. Dat heb je hier niet. En in elke nis kan 1 kist en 1 urn bijgezet worden. En wanneer is dit ontstaan hier? Dit is in 2009, is dit opgezet, zeg maar, als een soort nonnentuin is de opzet. En we hebben bewust gekozen voor bovengrondse graven, omdat de arcade, die is van 1885 en die fundering, als je daar tegenaan zou gaan begraven, gaat dat bewegen. Dus vandaar dat we ervoor hebben gekozen om bovengrondse graven te bouwen hier. Ik zou nog heel graag de binnenkant van het graf aan mijn kijkers willen laten zien en allemaal vragen rondom het bouwen van een graf. Kan ik toevallig dat zien hier op de begraafplaats? Zeker, de jongens zijn net bezig om een graf te maken. Dus dat is hartstikke leuk als je daar gaat meekijken. Ga ik doen, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Er staat een lint voor, maar daar ga ik even onderdoor. Kom. Wauw. Hé, Mies. Ga je even met me mee? Dus Michel, jij bent de voorman van deze begraafplaats. En grafdelver en hovenier en al deze taken heb jij. Kun jij mij vertellen wat daar allemaal komt kijken bij een grafdelven, een grafgraven? Normaal gesproken gaan we eerst de steen verwijderen. Dat wordt met de kraan gedaan. Als de steen eraf is, dan gaan we beginnen met graven. Dan wordt er een ring neergelegd ter grootte van het graf. Een ring, een vierkante ring of een langwerpige ring? Een langwerpige ring, ter grootte van het graf wat het graf moet worden. Daarbinnenin wordt met de graafmachine wordt het zand eruit gegraven. Vervolgens, als we op diepte zitten, dieper dan de ring, gaan we de ring laten zakken. Komt er een tweede ring op, graven we het verder uit. Totdat we op de diepte komen waar de begraaflaag waar we moeten wezen. Zijn alle graven even diep? Nee. Er zijn oude graven die zijn uitgegeven, die zijn gereserveerd. Die zijn op 4 lagen, dus daar kunnen er 4 in. De nieuwe graven van deze tijd worden allemaal op 3 lagen uitgegeven. Dus daar komen 3 mensen in. Mensen vragen zich altijd af, als je als eerste in het graf ligt en een tweede overledene komt erbij, komt er dan een plank of aarde tussen? Of zand? Nee, de eerste wordt de kist gaat naar beneden, dan wordt het afgedekt met zand. En daar komt 60 centimeter zand op. Maar we lopen even naar een graf toe en dan laat ik het je zien. Nou ja, dat wil ik heel graag zien. Jeetje, wat is het prachtig. Kijk nou die zon bij die boom. Ja, dit is wel... Oh, mooi zeg. Wat is het diep. Ja. Niet normaal. 3 meter. 3 meter diep. 3 meter diep. En hoeveel kisten kunnen hierin? Hier kunnen er 3 in. 3. En dan is dan 3 kisten en dan zit er tussen elke laag 60 centimeter zand. Ja. En maar als je nou daar onderop ligt, hoe verteert dat dan? Zak je dan, wat gebeurt er dan? Zakt dat dan in? Of? Nou ja, de eerste jaren niet, maar op een gegeven moment gaat het hout van de kist gaat vermulven. Dus door de druk van het zand zal de kist wel een beetje in elkaar gedrukt worden. Een beetje maar. Een beetje.
Maar dat praten we over wel over 8-9 jaar verder dat we zijn, voordat er zoiets gaat gebeuren. Ja. En ja, op een gegeven moment het verteert. Het wordt langzaam gewoon opgenomen door de natuur. Weet je, er zijn altijd drie dingen waarom iemand niet begraven zou willen worden. Hè, dat is één, omdat je dan in het donker ligt. Ja. Hè? En twee, nou eigenlijk nummer één is het allerbelangrijkste, omdat mensen bang zijn dat ze levend begraven worden. Nee. Denk ik. En twee, dat het donker is, wat ik net zei. En drie, beestjes, dieren, wormen. We liggen hier sowieso liggen we op een zandgrond, dus het heeft al heel weinig beestjes en dingen. Maar op 3 meter diep en in een kist, nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Nee, en is het nou ook zo, want dat heb ik dan wel eens gehoord, dat als een bepaalde grondstroom van lucht is, dat je heel lang goed blijft? Het zou kunnen dat in de veengrond, daar weet ik het wel van, maar in de zandgrond, nee, dan verteer je gewoon. Dan ga je gewoon langzaam weg. Ga je langzaam weg. Dan je gewoon langzaam en dan blijven je bordjes gewoon achter. Ja, dat is eigenlijk het enige wat overblijft. Ja. En dan als het graf nou helemaal vol zit en ik wil er toch bij, wat doe je dan? Dan wordt het geschud of iets? Ja, dan gaan we het netjes opgraven. Maar dat heet dan het graf schudden? Ja, het graf schudden. Vroeger was het met een schudtafel. Daar werden het zand opgegooid met de botten, dat gingen ze schudden. En dan bleven de botten op de tafel liggen, vandaar. Oh, vandaar dat woord. Het schudden, ja, het schudtafel. Okay. Gebeurt het nog steeds? Ja, we halen het er nog steeds uit. Het wordt allemaal met de hand uitgezocht tot het laatste potje moet eruit. Ja. En dat wordt later wordt het teruggelegd in het graf. Vroeger gingen ze naar een knekelput met de restant, maar nu hier nee. Op deze begraafplaats blijf je... Het blijft altijd op deze grond. Dat is wel fijn. Ja. Het is heilige grond, dus het hoort hier. Heilige grond en je verdwijnt hier dus niet van deze begraafplaats. Je blijft in het graf, in de grond van het graf. Alleen als het echt niet anders kan met een graf, dan hebben we nog een knekelput waar de botresten heen gaan. Oké, die wil ik wel even zien. Ik wil gewoon het geheimzinnige rondom die knekelput, die wil ik weghalen. Prima, lopen we er even heen. Maar eerst, voordat we naar de knekelput gaan, wil ik erin. Ik wil het voelen. Ik wil echt weten hoe het is en hoe diep. Oké. Ga je me helpen? Ja. Dan ga ik wel even een collega erbij roepen. Ja. Timmy. Ik doe mijn handschoenen uit. En ik ga zo naar beneden. Dus ik ga met mijn gezicht, met mijn voeten zo, ja? Dus dan houden jullie me zo vast. Daar sta je op nu? Ja. Ja. En dan kan ik beter springen? Nou. Hou je mijn hand vast? Ik hou je hand vast. Zal ik de andere vaststaan? Ja. Yes. Oh. Maar dit is best diep. Dit is heel diep. En het is ook heel stil. Mag ik heen en weer lopen? Ja. Het is zo raar. Dus dan ben je hier. Ja. En dan lig je hier. Ja. En dan lig ik met mijn hoofd, kijk ik naar het kruis, naar de kapel. In alle rust. Maar je kan het niet. Dit is zo bizar. Het is het mooiste plaatje wat er is. Zo mooi. De kapel op de achtergrond. Oh, niet normaal. Dit is zo gek. Dankjewel. Ja. Ga je me eruit halen? Nee. Ja. Daar gaan we. Geef je hand. Want jij moet op die rand gaan staan. Wacht even hoor. Je denkt dat ik lenig ben. Ja. Dankjewel, bijzonder. Onder deze zwarte tegel zit een hele grote catacombe. Dat is een hele grote ruimte die er helemaal onderdoor loopt. En die is ook een meter of 6 diep. En daarin gaan dan de botresten waar wij echt niet meer, waar we niks meer kunnen. Als de graven echt komen te vallen en er gaat niks meer, dan komen ze hierin. Maar het blijft nog steeds hier op het terrein. Bijzonder. Ja. Fijn, dankjewel dat ik dit weet. Ja. Bijzonder. Ga je meegaan naar de kapel? Ja. We zijn bijna aan het einde gekomen, maar voordat we afsluiten wil ik je toch nog even meenemen naar dit prachtige plekje, de kapel. Intiem en zo heilig plekje. Net als als je ergens bent in de wereld en je gaat door een kerkje binnen om een kaarsje aan te steken, wil ik jullie ook nu meenemen. Kom. Thank you.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik heb vanochtend nog iets geschreven, recht uit mijn hart. En dat wil ik heel graag aan jullie voordragen in deze mooie kapel. Ik moet even pakken. Stil, hoor ik jou niet meer. Mijn ogen zoeken op weg naar de herinnering. Mijn hart, gevuld, voel ik jou. Door de zon gewarmd en draag ik jou in mij. Stil. Dankjewel voor het kijken.